Goedemorgen, wij staan hier bij de poort van het PSV-stadion. Ik heb hier achter mij het team van wijksteunpunt PSV van Lunetzorg. En vandaag gaan we jullie een rondleiding geven door het stadion. En laten zien wat we hier eigenlijk allemaal doen. En hier hebben we het wijkpunt van binnen. Tjallar, wat doe jij als je hier binnen zit? Zitten koffie drinken, boterhammetje eten en... Beetje buurten? Buurten. Ben, goeie. Oké, dan gaan we weer door. Let's go. Doem tjallar. Peace. Tjallar, wat is mooi om hier te werken? Wat maakt het mooi om hier te werken? Dat maakt goed zijn al. En in het stadion en buiten het stadion. Wedstrijden mag wij ook meehelpen, zeg maar. Kunnen we dan ook nog iets van de wedstrijden zien? Ja, mooi man. Hey, goed bezig mannen. Ik ben Eva, ik ben stagiair van Wijk Steunpit en ik sta hier met Martijn. Wat doen wij allemaal, Martijn? Nou, we doen prikken, stadion, stoeltjes poetsen, barren poetsen en door de wijk lopen. Hier achter mij zijn ze bezig met de barren poetsen. Lukt het allemaal jongens? Ja. Dit doen ze altijd na de pauze en ze zorgen ervoor dat de barren weer klaar zijn voor de wedstrijden of voor andere evenementen die er te doen zijn. Het is nu super druk, want Guus is net geweest. Ja. Peter, kun je er iets over vertellen? Die straat is al allemaal afgezet, rommel opgeruimd en die tafels lag daar allemaal rotzooi, blikjes van alles, friet, noem maar op. Martijn, waar staan wij hier? Ja, wij staan hier voor de spelersstoelen van alle profspelers, technische staf en de trainer zitten tijdens het voetballen. Ja jongens, en waar gewerkt wordt, daar moet ook pauze gehouden worden. Nou Martijn, wat zit hier achter ons? Hier achter ons staat het herdenkplaatje van Frits Philips. Die zat altijd buiten bij zijn fans om mee voetbal te kijken. Frits Philips, dat is de oprichters. Een van de oprichters. En ik sta hier met Ben. Ben, waar staan wij voor? Ja, we staan bij de spelers waar de spelers eruit komen. Waar de spelers altijd eruit komen en die lopen hier het veld op dan? Ja. Dus die lopen hier rechtstreeks het veld op. Er staat nu even iemand anders, maar... En we lopen nu de trap op, want waar gaan wij naartoe? Jan? Naar Foxy hier in het bos. En wat doen jullie daar dan? Eigenlijk vrijdag gaan wij post inpakken. En voor wie is die post bedoeld? Voor kleine kinderen onder... Die lid zijn van de Foxy ja, dan? Die lid zijn van Foxy. Oké. En dan hebben we hier een mooi uitzicht. Dat is ook wel mooi om te vertellen. Jalla, waar staan wij precies? Wij staan bij de PlayStation Store, waar je kan gamen. Ja, hier zit de... FIFA-speler van PSV. Ja. Speelt hier in deze kamer. Dit is het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie een goede indruk hebben gehad van het wijksteunpunt PSV. Ja, we hopen dat jullie een klein beetje hebben kunnen zien van wat we hier bij PSV allemaal voor tof werk doen. En mochten jullie interesse hebben, neem dan even contact op met je begeleider. En dan gaan we kijken of PSV ook een mooie plek voor jou is. Groetjes!